Maar dan Iris op Egnaton FM. Dat was Kensington en War. En het is nu ongeveer 3 over half 12. En we hebben iemand aan de lijn. Hallo. Hallo. Ja, dit is dames en heren, Wijnand Spilman van 3FM. Even een applaus. Goedemorgen, ja. Dames en heren. Ja, gefeliciteerd met 50 jaar 3FM. Nee, jullie ook gefeliciteerd met 50 jaar 3FM. Ik bedoel, het is uiteindelijk van ons allemaal, toch? Ja, dankjewel. ja, jullie vieren het bij een locatie, Pampus. Ja. Ja, en waarom die locatie? Nou ja, we hebben een tijdje geleden met elkaar gezeten van oké, we willen een feestje geven, want 3FM is jarig. Feestje vieren niet alleen, dus het moet een plek zijn waar iedereen kan komen. Maar het moet wel een bijzondere plek zijn, want 50 jaar vier je maar één keertje. En om het dan in een schuurtje achter de studio te doen, dat is dan ook, nou ja, dat is niet zo heel bijzonder. En we dachten, nou, waar zou je nou heen gaan? Wat is nou een te gekke plek om een verjaardag te vieren? Ja, op een onbewoond eiland. Dat is bijna onmogelijk, toch? En toen zei iemand, nee, Pampus is een onbewoond eiland. Je hoeft Nederland helemaal niet uit om je feestje ergens te vieren op een onbewoond eiland. Ga naar Pampus. En toen zijn we eens gaan kijken of het mogelijk was. En dat bleek nog mogelijk te zijn ook. Dus zodoende zijn we op Pampus terechtgekomen. Ja, een locatie wat je eigenlijk niet verwacht. Nee, zeker niet. Zeker niet. Maar wel heel erg leuk. Want we stellen iedereen ook telkens de vraag van, hey, de beste plaat ooit gemaakt in de afgelopen 50 jaar. Welke plaat zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Dan neem je ook maar meestal maar één plaatje mee. Nou ja, wij gaan naar een onbewoond eiland. En iedereen neemt zijn eigen muziek mee. Als je hier naartoe komt, naar Pampus, dan kun je ook je eigen plaatjes meenemen. Of het nou cd's, lp's of usb-sticks zijn. We kunnen alles draaien. En dat is gewoon echt een gekke ervaring. Ja, want je kan er zelf ook komen. Iedereen kan erheen. Als je erheen wil, dan ga je naar 3fm.nl/boot. En dan kun je je aanmelden. En het leuke is, het ziet echt fantastisch uit hier. Het is super lekker weer. De komende 3 dagen blijft het ook dit weer, wat we nu hier hebben. En als ik, ik loop nu op de pier. Als ik dan naar rechts kijk, dan zie ik de mensen staan die hier net aangekomen zijn met de boot. We krijgen een rondleiding. Je kan ook een rondleiding krijgen op Pampus. Allemaal activiteiten hebben we hier geregeld. Mensen die lekker een bakje koffie drinken, die bij de studio aan het kijken zijn. Waar Barend en Sander nu aan het uitzenden zijn. En als ik dan naar links kijk, zie ik het water, het IJmeer met de zeilbootjes erop. En helemaal in de verte zie ik Amsterdam liggen. Je kijkt helemaal rondom, door heel Nederland, naar heel Nederland. Dus het is alleen al voor het uitzicht te gek om hier te zijn. En natuurlijk het feestje, want iedereen kan, zoals ik zeg, meekomen, vieren dat we 50 jaar bestaan. En dat is via 3fm.nl/boot. Dan kun je je ticket reserveren. Het klinkt al in ieder geval allemaal heel mooi en leuk. En je zegt ook dat er wat activiteiten daar bezig zijn. Wat voor activiteiten zijn er dan bezig? Nou ja, kijk, we doen natuurlijk alles zelf. Hè. We moeten hier het eiland een beetje levend houden. Maar niet alleen voor de gasten die komen, maar ook voor onszelf. Zodoende DJ's hier, Corvée. Ik moet zometeen de veerboot op om de nieuwe mensen op te halen die aan de kant staan te wachten, die hierheen komen. De anderen neem ik dan weer mee terug. Er zijn mensen gewoon die hier rondleiding geven. Barend van Delen gaat zometeen een rondleiding over Pampus geven. Natuurlijk wel met een echte gids erbij die er nog net iets meer van weet dan hij. Maar er zijn ook heel veel sessies hier. Island sessies zijn dat. Rondé heeft hij net gespeeld. Gisteren hebben we Dotan gehad. Blauwzoen. Komen hier allemaal muziek maken. Dus je hebt allemaal kleine mini-podia waar je bandjes kan zien spelen. Er komen er nog veel betere vandaag. Ik heb me zelfs laten vertellen dat Karel Emerald onderweg is. Maar goed, dat moet je maar niet doorvertellen. En ja, je kan een lekker patatje eten, kan je ook hoor. Je kan ook gewoon lekker op je luie reet gaan zitten, helemaal niks doen. En naar de DJ's kijken die programma maken. Dat is natuurlijk het allerleukste. Hè. Er wordt hier radio gemaakt in ploegendiensten. Dus je hebt duo's die eigenlijk nooit radio met elkaar maken. Die maken hier radio met elkaar op het eiland. Dat is ook allemaal te volgen via 3fm.nl en 101TV. Oké, nou, zometeen gaan we het in ieder geval even checken hier bij het lokaal naast ons. 50 jaar 3FM, wat is jouw hoogtepunt tot nu toe bij de jaren dat jij bij 3FM zit? Het hoogtepunt van de afgelopen jaren bij 3FM. Oh jeetje. Ik zit nu 6 jaar bij 3FM. Ja, de allereerste keer dat ik mijn radioprogramma maakte, dat was natuurlijk een hoogtepunt. Elk jaar Serious Request is een hoogtepunt. Het allerleukste is dat wij gewoon een zender zijn met zoveel muziek, zoveel nieuwe muziek. En dat we alles kunnen ontdekken. En dat ontdek je op de radio zelf. Als ik een nieuw plaatje krijg van iemand en ik denk van wauw, wat is dit vet. Maar ook op alle festivals waar we zijn. En ik ben gelukkig bij een hele hoop festivals geweest. En dat zijn wel mijn hoogtepunten altijd. Festival bezoeken. Ik ben ooit het Seagate Festival geweest. Het is helemaal te gek, Rock Werchter. En als je daar dan op een avond staat en
komt in één keer een bandje spelen wat je nog nooit gezien hebt en dat speelt Sterren van de Hemel, dan denk je wel van, wauw, wat is dit toch echt te gek dat we dit ook nog live op de radio kunnen delen met mensen die het ook nog eens heel erg vet vinden. Dat is wel voor mij echt een hoogtepunt. Ontdekken van de nieuwe muziek op bijvoorbeeld festivals, dat is echt te gek. Ja, dat is ook in ieder geval één ding van mij waar ik natuurlijk over een paar jaar hoop te staan. Ja, maar, ja. Maar nou, niks is onmogelijk hoor, want ik bedoel, toen ik even uit de zaal was, wilde ik het ook, het is ook gelukt. Dus, ja, nou ik hoop het ook dat het bij mij gaat lukken en natuurlijk ook bij de andere mensen die interesses in de radiowereld hebben. Ja, maar in ieder geval, je zegt inderdaad dat 3FM gewoon echt een muziekradio is, maar algemeen zijn jullie ook een beetje een familiezender, Slam FM een beetje voor de jongeren en 3FM dus familie. Waar staat 3FM over 50 jaar, zeg maar? Op dezelfde plek als waar we nu staan, maar met een nieuwe jasje. Kijk, ik zeg altijd, 3FM is een kuikentje. Ik weet niet of je het van vroeger kent, een kuikentje met een stoere rock'n'roll zonder een bril op. En dat zijn we gewoon nog steeds, maar gewoon in een nieuwe tijd. En wij zullen altijd een kuikentje blijven, maar wel altijd met een zonnebrilletje op. Dus wij zullen altijd, ja, jij noemt het familieradio. Wij zijn natuurlijk een soort van familie van elkaar. We hebben heel veel plezier, we hebben een zachte kant, maar we hebben ook een hele stoere kant. En dat zal 3FM altijd blijven hebben. Die liefde voor muziek, die zal er altijd in blijven zitten. Je zal altijd een mengelmoes van DJ's krijgen, waarvan je denkt van, hé, wat een aparte figuren allemaal bij elkaar. Maar dat is het mooie, weet je wel. Iedereen is anders, maar dat maakt onze zender ook zo uniek en leuk. En de muziek, precies hetzelfde. Het is allemaal anders. Niks is hetzelfde. Het is geen taart met alleen maar slagroom. Nee joh, er zit chocola in, kersen, spikkeltjes hier, speculazen doorheen, cookie crumble. Je kan het zo gek niet bedenken. Het zit er allemaal. Dat maakt 3FM zo uniek en zo leuk. En dat zal nooit weggaan. Dus we staan op precies diezelfde plek. En ik denk met de ervaring die we dan opgedaan hebben in de komende 50 jaar, zijn we nog alleen maar mooier geworden. En dan de laatste vraag is eigenlijk de standaardvraag hier bij Egnaton FM. Zou jij een jingle voor Egnaton FM willen inspreken? Tuurlijk. Ja, we hebben even een voorbeeld, want we hebben ongeveer een half jaar geleden Domien geïnterviewd. En zijn jingle die klonk zo. Hallo, ik ben Domien Verschuren van 3FM. Je kunt mij kennen van het radioprogramma Dit is Domien, dat ik iedere maand tot en met donderdagavond maak vanaf 7 uur. Maar als ik niet naar 3FM luister, luister ik natuurlijk naar Egnaton FM. Is die duidelijk? Helemaal goed. Ja, nou, dan zou ik zeggen, ga je gang. Hey, mijn naam is Wijnand Speelman. Ik ben radio-dj op 3FM. Elk weekend hoor je mij tussen 9 en 12 uur, de zaterdag en de zondag met Weekend Wijnand. De vrijdagavond, 9 en 12, s'avonds met Barend van Delen. En weet je wat het allerleukste vindt in mijn vrije tijd? Luisteren naar Egnaton FM. En dat doe jij nu ook, dus hou me aan. Dankjewel, Wijnand. Ik wil toch nog even een applaus. Yo! En nog heel veel plezier daar bij Pampus. Ja, ik zie jullie van het weekend, toch? Ja, zeker. Ja. Heel goed. Ik zit met het programma nog. Ja, dankjewel. En jij succes daar. Yo. Ja, dankjewel. Was gezellig. Yes. En dan gaan wij verder met de hit of posse shit van Casper uit de derde. Black Phil Bright, een perfect weapon. Ja, ik ben Casper. Ik ben de zapoverde mooie pjesenki. Ik doe rest om metal over. Metalcore, pop metal en glam metal. Maar dat je je wel podobało. Is dit een hit of posse shit? Is dit een hit of posse shit?